Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij dit kerstconcert van Kosmokoor Onderweg, hier aan de rechterkant van mij en fanfareorkest Wilhelmina. Heel fijn dat u in zo'n grote getale hier bij elkaar bent gekomen om dit concert met ons mee te brengen. Vandaag was in de Noachkerk het Adventsconcert Hoop en Licht. De koren die aanwezig waren, waren de Lofstem uit Almelo, de zanggroep Together uit Almelo, het klarinet trio Combrio, achter het orgel zat Jos Keizer, achter de vleugel zat Frank den Bakker. De presentatie was door Barry Arkest en de algehele muzikale leiding werd verzorgd door Frank den Bakker. Oh.
luisteren en zingen over het goede nieuws, de vreugde in de wereld. En nodig iedereen uit om zich klaar te maken voor het kerstfeest. Een stralend feest van hoop en licht. Kom dan samen, jubelend van vreugde. Zit je nog daar of niet? Nee, je bent weg. Het ezeltje zei, als ik later groot ben, dan hoop ik dat ik ook de koning mag dragen. En het ezeltje wordt ouder. En dan komt er een volgende dia. Toch? Ja! En hier zien we dat het ezeltje is ouder geworden. En Jezus is niet meer de kleine baby in de kribben, maar Jezus is ook groot geworden, hè? Zie de kinderen springen, zie ze dansen, maar nu doet de ouders.